Hallo, goedenavond allemaal. Ik ben blij dat jullie er allemaal weer zijn. En ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben dit keer. En mocht het niet zo zijn, stuur me even snel een appje. Dan ga ik kijken of ik er iets aan kan doen. Vooralsnog, ik heb een paar keer getest. Dus bij mij werkt alles. Ik hoop dat jullie ook werkt. Ik vind het fijn om samen met gebed te beginnen. We gaan ons vanavond verenigen in gebed. En we gaan een ieder meenemen die een nood heeft vanavond. En ook al heb je je nood niet kenbaar gemaakt via deze site. Ik geloof in de kracht van het gebed. Jezus kent je nood. En draag je nood maar in je hart mee. En ontvang de kracht van God vanavond. En ook als je nu niet aanwezig kunt zijn, maar later deze boodschap bekijkt. Dan mag je alsnog verbinden met de liefde en de kracht van God. En met de gebeden die we vanavond opzenden. Want bij God is er geen tijd. Hè? God is oneindig. God is tijdloos. En de kracht die vanavond wordt vrijgezet, die geldt ook voor jou als je later kijkt. Dus ik wil beginnen met gebed en ik nodig je uit. Laten we met elkaar ons verbinden in de geest. En dat gaat niet om mijn kracht, om mijn gebed. Maar het gaat om dat we ons met elkaar op deze ledensite met elkaar verbinden tot één bundel van liefde en kracht in de naam van Jezus Christus. En daar gaat kracht van uit. Kracht voor degene die nood heeft in zijn leven. En laten we ons verbinden. Hemelse Vader, ik wil u danken dat we vanavond ons mogen verbinden met elkaar in uw heilige naam. Heer, en dat waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, daar bent u in ons midden. En ik wil u danken, Jezus, dat er vanavond mensen diep worden aangeraakt. Heer, met uw goddelijke kracht. Heer, of ze nou al of niet aanwezig zijn, of ze nou al of niet kijken. Heer, maar ook de mensen die wij op ons hart dragen vanavond. Heer, die echt een aanraking van u nodig hebben. Heer, ik bid, Heer, dat u komen met uw Heilige Geest op dit moment. Heer, op dit moment, Heer, al uw geest gaat werken. Heer, de geest van bevrijding, van genezing. Heer, van herstel. Heer, van openbaring, van inzicht en wijsheid. Heer, want in uw liefde is alles aanwezig. Heer, en u bent hier. U bent hier met uw zalving. U bent hier met uw geest van openbaring en wijsheid. En ik bid gewoon, Heer, dat u ook mijn woorden gebruiken. Heer, dat u deze video gebruiken, dit samen zijn gebruiken. Dat uw kracht hierin wordt geopenbaard. Heer, dat uw naam wordt verheerlijkt. In de naam van Jezus Christus. Amen. Nou, ik zie er naar uit naar wat God vanavond gaat doen. Ik ben gisteren de hele dag ziek geweest. Ik weet niet of het iets te maken heeft met vanavond. Zo zou maar kunnen. Er is heel veel strijd, heb ik in ieder geval ervaren. En als ik ziek ben, ik ben een man, dan ben ik echt ziek. En dan lig ik echt de hele dag op bed. En dan slik ik paracetamol. En ik heb geloof ik wel van de 24 uur heb ik misschien wel 20 uur geslapen. En dan vaak ook onrustig geslapen. En dan kom je weer, dus een stukje narigheid. Dus niet alleen lichamelijk dat ik me lamlendig voelde. Maar ook geestelijk lijkt dan alsof ik gewoon door elkaar geschud word. Maar wat ga ik dan doen? Op zo'n dag dan leg ik mijn telefoon naast me. En dan zet ik de Bijbel op. Ik ga Bijbelverhalen tot me nemen. Psalmen. Ik heb het Matthäus-evangelie geluisterd. Tussendoor heb ik worshipmuziek beluisterd. Ik heb mijn geest gevoed met de dingen, de woorden van God. En in de Bijbel staat beschreven, ik ga even een stukje uit Psalm 107 lezen, bestaat, toen riepen zij tot de Heer in hun benauwdheid, en hij verloste hen uit hun angsten. En dat is eigenlijk wat God altijd als eerste wil doen, hè? Als je bezorgd bent en angstig bent, dat heb ik zelf ook ervaren, want er gaat normaal te van alles door je heen. Het eerste wat God doet is jou weer terug vrede geven. Hij verlost jou uit je angsten en geeft je weer rust en vrede door zijn nabijheid. En dat is ook wat ik je op dit moment toebid in jouw nood. Dat je gewoon Gods vrede en Gods nabijheid mag ervaren. En dat het eerste wonder mag plaatsvinden dat jij bevrijd wordt van je angsten en van je zorg. Want Jezus is nabij. En dat zal ik je later ook nog met andere versen laten zien. Dat Jezus is nabij in jouw nood, in jouw angst, in je zorg. Hij is nabij. Ervaar zijn goddelijke hemelse vrede. Want Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven. Dus er is geen reden voor bezorgdheid. Er is geen reden voor angst. Want je mag op Jezus vertrouwen. En zijn vrede komen over je. En ik zege je op dit moment met de vrede, bovennatuurlijke vrede van Christus. En ook hen die wij op het hart dragen op dit moment. We zegenen hen met de bovennatuurlijke vrede van Christus, omdat de angst en de bezorgdheid verdwijnt en het hart wordt geopend voor liefde en vertrouwen. Dank u, Jezus, dat u bent de vredevorst en u waakt over onze gedachten, over onze gevoelens en over ons hart, in de naam van Jezus Christus.
En dan staat er, toen riepen ze tot de Heer in hun benauwdheid. En hij verloste hen uit hun angsten. Dat is één genezing. En dan staat er, hij zond zijn woord. Hij genas hen en deed hen aan de groeven ontkomen. Dat zij de Heer loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Dat zij lofoffers offeren en zijn werken met bejubel vertellen. He, dus God wil jou bevrijden uit jouw benarde situatie. Niet alleen voor jou, dat wil hij in eerste instantie voor jou doen, maar ook opdat jij tot een getuige mag zijn. He, dus het mag vanuit een verlangen, mag jij uitzien naar uitredding in jouw leven. Met een verlangen voor jezelf, maar ook om daarmee de naam des Heren eer te geven. Want dat is ook de bedoeling, dat als God een wonder doet in jouw leven, hè, dat je dat wonder ook kenbaar gaat maken, dat je dat ook gaat doorvertellen. Want er staat, de kracht van God zal over je komen en je zult mijn getuige zijn. Je zult getuige gaan worden van de dingen die God doet in jouw leven, met als doel dat jij dat weer allemaal andere mensen gaat vertellen. Dat je gaat zeggen dat de God die jij dient, hè, dat hij een levende God is en dat hij wonderen doet in jouw leven. Hè, of het nou gaat om financiële wonderen, of het nou gaat om lichamelijke wonderen. En maar het grootste wonder is de wonder van de geest. Hè, dat jij vrede ervaart in je hart, ondanks alle omstandigheden. Want daar is waar de mens het meest naar verlangt. Innerlijke vrede, innerlijke rust. Hè, je weten dat je geliefd bent. Want hè, we leven hier op aarde en hier op aarde is er een strijd. Hier op aarde leven in verbrokenheid. Maar hoe mooi is het dat je dwars door de verbrokenheid heen, dwars door het lijden heen, hè, die verlichting van zijn liefde en van zijn vrede mag ervaren. Dat vind ik altijd het eerste wonder, hè, van dat we mag plaatsvinden in de noodsituatie waarin we ons begeven. Dat we die hemelse vrede van God gaan ervaren. Dank u Jezus dat u de vrede wil geven. Nou, vanmiddag heb ik een Bijbeltekst gelezen wat mezelf bemoedigd heeft. Want vandaag ging het gelukkig alweer een stuk beter met me. En ik heb het woord van God tot me genomen. En ik heb Jezus ontmoet in zijn woord. En dat wil ik graag met jou delen als bemoediging. En dus ik wil eerst een paar versen uit de Bijbel lezen. En van daaruit willen we ze ook samen gaan bidden voor de gebedsverzoeken die zijn geplaatst op de site. Ik wil lezen. En als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je hiermee even openslaan. Of een Bijbel-app. Ik gebruik tegenwoordig vaak een Bijbel-app. Johannes 10. En daar gaat openbaart Jezus zich als zijnde de liefdevolle herder. En dan staat er in vers 9. En dan zegt Jezus, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En behouden, dat is heel breed. Het is niet alleen maar dat je dan eeuwig leven hebt, maar behouden. He, dat geldt eigenlijk, omvat alles. Omvat het heil van God in alle lagen van jouw leven. Of het nou om financiën gaat, of het om relaties gaat, of het om gezondheid gaat, een geestelijke gezondheid. Heil, behoudenis. He, dat betekent dat alles gaat functioneren in jouw leven zoals het bedoeld is. En op het moment dat Jezus in jou binnen mag komen en jij door Jezus ingaat. Hè, dat is eigenlijk dat beeld wordt in deze verse tweezijdig gebruikt. Jezus is de deur en wij mogen door de deur binnen gaan. Ik ben de deur, als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden en zal hij ingaan en uitgaan en weide vinden. En dat is Gods bestemming, Gods doel voor jou, dat je weide zult vinden. Nou, wat betekent weide, hè, voor een schaap? He, dat hij heerlijk kan genieten. He, dat er ruimte is. Dat hij kan genieten van de zon. Van de frisse lucht. He, van het heerlijk malse gras. Want de herder weet wat de schapen nodig hebben. En die herder die zorgt ervoor dat de schapen weide zullen vinden. En zo wil God voor jou uitgaan. Opdat jij weide zult vinden in dat gebied waar jouw nood zit. En nu zit je misschien nog opgesloten in het hok. En Jezus, ik ben de deur. En je zult ingaan en uitgaan en weide vinden. Of het nou om financiën gaat, om gezondheid gaat, om relaties gaat, om angsten gaat. God wil je uitleiden, opdat je ruimte zal krijgen. Ruimte om te leven met een hoofdletter. Opdat je weide zult vinden voor dat gebied waar nu armoede is. En dan gaat hij verder. Vers 10. Johannes 10, vers 10, de dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. En de dief, hè, dat is eigenlijk
diegene die dingen heeft weggeroofd uit jouw leven, die jou eigenlijk toebehoren. He, dat is de duisternis, de tegenstander van God, de duivel, de Satan, die door mensen heen werkt, door situaties heen werkt, maar die is erop uit om datgene wat voor jou bestemd is, het goddelijke, het overvloedige, het pure, het zuivere, het mooie, het liefdevolle, het rechtvaardige, he, die tegenkracht, die wil het allemaal wegroven. Maar Jezus heeft die Satan overwonnen. We hoeven niet langer meer toe te staan dat het proces van wegroven, van slachten en te verdelgen zomaar in ons leven plaatsvindt. We mogen nu opstaan in de kracht van God, omdat Jezus het voor ons heeft overwonnen. Want er staat er ook, de dief komt niet om te stelen, te slachten en te verdelgen, maar er staat erachter, punt komma, ik ben gekomen, en dan gaat Jezus zijn volheid, zijn kracht openbaren, ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. En Jezus is gekomen opdat zij hebben leven en overvloed. En Jezus is niet karig. Hè? Hij is niet, hij gunt jou niet alleen maar leven en overvloed. Hij is ook gekomen. Hij heeft zijn leven voor jou ingezet. Daar gaan we zo ook nog verder over door. Ga opdat jij hebt leven en overvloed. Dus je hoeft niet met het minder genoegen te nemen. Je hoeft niet ondermaats te leven. He, als christen, je mag gaan voor het volle leven van God. Want daartoe ben jij geroepen, om in die volheid des levens te leven. En alles wat jou blokkeert en belemmert om in die volheid te leven, he, dat is overwonnen door Jezus Christus. Je mag je uitstrekken naar het volle leven. Maar daarvoor is Jezus gekomen, dat we hebben leven en overvloed. En dan staat er vers 11, ik ben de goede herder en de goede herder zet zijn leven in. Voor zijn schapen. En daar mag jij je naam voor invullen. He, hij zet zijn leven in voor Robert. Die naar deze video kijkt. Vul je eigen naam maar in. Dat maakt het heel persoonlijk. En op het moment dat je dat echt durft te geloven. Dat Jezus, onze redder en verlosser. Zijn leven inzet voor mij. Dan komt de gerustheid. He, dan hoef ik zelf niet meer zo te knokken. He, maar dan mag ik mijn leven overgeven. En daar zit het geheim in van het wonder. Het wonder wat jij nodig hebt. He, dat krijg je niet door zelf keihard te knokken, maar dat krijg je eigenlijk door jouw nood in vertrouwen over te geven. Zeg van, Heer, ik kan het niet. He, maar u heeft gezegd dat u uw leven inzet voor mij en daar ga ik op vertrouwen. Want wie kan mijn problemen nou beter oplossen dan de schepper van de hemel en aarde? Die heeft gezegd, ik zet mijn leven in voor mijn schapen. En waarom zet hij zijn leven in? Opdat zij zullen uitgaan en weiden vinden. He, er is iemand die zich voor jou inzet. En op het moment dat je dat gelooft en erop vertrouwt, dan valt er een last van je schouders af. En ik heb dat vanmiddag ook weer ervaren, hoe de kracht van God op me kwam, toen ik dat weer ging realiseren. Want ook ik heb het gewoon nodig, ook als ik hier in nood en strijd heb, dan moet ik die woorden van God ook weer tot me nemen. Dan moet ik gewoon weer deze verse weer lezen, door je tot me laten spreken. He, want je bent gewoon mens en je kunt soms zo weer onder het stof komen, onder die strijd, onder die zwaarte komen. Dan heb je die levende woorden van God weer nodig. Hè, dat Jezus tot jij spreekt. Hè, wees maar niet ongerust, mijn kind. Ik zet mijn leven in voor jou. Help dat het goed met je gaat, omdat je hebt leven en overvloed. Er staat er maar wie een huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, die ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling. En de schapen gaan hem niet te harten. Ik ben de goede herder, zegt Jezus. En ik ken de mijne. En de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent. En ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Dus in dit stukje zegt Jezus tot tweemaal toe. Ik zet mijn leven in voor mijn schapen. Op het moment dat jij bij Jezus hoort. En jij kent Jezus. En Jezus kent jou. Dan zegt Jezus, ik zet mijn leven voor jou in. Wees niet bezorgd, al komt er een wolf aan, ik zet mijn leven voor jou in. Al kost het mijn leven, ik zal zorgen dat het goed met jou gaat. En dat is het woord van God voor vanavond. Ik wil nog een ander gedeelte ook met jou bespreken. Soms is dat het ene gedeelte is voor de ene persoon, het andere gedeelte is voor een andere persoon. En soms zijn die beide boodschappen voor jou bedoeld. Ik heb twee boodschappen gekregen van God. De eerste is echt dat Jezus zegt, ik zet mijn leven in voor jou. He? Ik zet mijn leven in voor jou. Mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Jezus zegt, ik zet
mijn leven in voor jou. Wees niet bezorgd. Ik zal zorgen dat het goed komt. Vertrouw op mij. En het andere is wat ik jou wil meegeven vanavond, is dat Jezus zegt, en dat ik ga het hele stukje even lezen zo, van alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Dus Jezus die moedigt eigenlijk aan, geloof nou maar. Wij hebben de neiging om onszelf allerlei beperkingen op te leggen. En dat ondermijnt het geloof, het ondermijnt de werk van Gods geest in ons leven. Daar waar wij gaan beredeneren, daar waar wij gaan rekenen, daar waar wij allemaal naar symptomen gaan luisteren, hè, daar komen er allemaal beren op de weg en onmogelijkheden, want in ons verstand zien we geen oplossing. Hè, dan gaan we beredeneren, dan gaan we dingen optellen en denken, ja, hoe kan dat nou, dat kan nooit meer goed komen. Maar dat zijn allemaal menselijke beredeneringen. En Gods wonder stijgt per definitie uit boven menselijke beredeneringen. Dus hou op met menselijke beredeneringen. Ga niet langer meer letten op je symptomen, op de signalen. Maar ga je ogen richten op God. Ga Hem aanbidden. En dat is ook één ding wat ik gisteren en vandaag heb gedaan. Ik heb God aanbeden. In wie Hij is, maar ook in wie hij is voor mij. Hè? Want u bent mijn genezer. U bent mijn bevrijder. U bent mijn verlosser. Hè? U bent mijn God. Maar ook heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Die was, die is en die komen zal. Op het moment dat jij je niet meer focust op jouw problemen, hè, op je financiële problemen, relationele problemen, gezondheidsproblemen, of wat voor problemen dan ook, want waar je op focust, dat gaat groeien. Hè, op je angsten. Op het moment dat jij je niet meer focust op je problemen, maar je gaat je focussen op de grootheid van God, dan creëer je ruimte. En dan komt er ruimte in de geest en dan komt er weer ruimte voor geloof en vertrouwen en dan kan de Heilige Geest neerdalen en dan kan hij zijn ruimte gewoon leggen als een kleed over jouw beperktheid heen. En dan komt er ruimte waarin de wonderen kunnen gebeuren, waarin zijn creatieve geest in jouw leven kan gaan scheppen. Want de beperkingen die zitten in ons klein denken, die zitten in ons hoofd. Nou, ik ga een stukje lezen uit Marcus 9, vanaf vers 20. Dus zoek het maar even weer op, dan kun je met me meelezen. Als je een Bijbel-app hebt of een Bijbeltje bij je, Marcus 9, vanaf vers 20. En ik lees het in de NBG-vertaling. En er staat er, en zij brachten hem tot hem. Dat gaat om een bezetene. Die de discipelen eigenlijk niet konden uitdrijven. Die hebben het wel geprobeerd, maar het lukte niet. En zo kan het ook zijn dat je dat misschien is er al heel veel voor je gebeden. En heb je zelf al veel gebeden en het is niet gelukt. En dan ben je teleurgesteld. En ja, deze mensen die brachten eigenlijk deze bezetene wanhopig bij Jezus. Zegt, ja, maar hoe moet het nou nog? Want we hebben al zoveel gebeden en de discipelen lukt het niet. En ons lukt het niet. Van, hoe moet het dan? En ze brachten hem tot hem. En toen de geest hem, Jezus, zag, deed hij hem terstond stuip trekken en op de grond vallen. En hij wentelde zich als schuimende. En hij, Jezus, vroeg zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zeide, van kindsheid af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven, om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. En soms is daar de wanhoop nabij. En dan dat die vader riep het ook uit, en wanhoop, Heere, als u iets kunt doen, heb medelijden met ons. En Jezus zei tot hem, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En op wie doelde Jezus daar? Hij doelde natuurlijk op die vader, hij doelde op zijn discipelen en hij doelde ook op zijn eigen geloof. En hier laat Jezus zien van, ik ga me inzetten voor jou. Nee, dat wat de discipelen niet konden, ik ga me inzetten voor jouw probleem. Want jij bent begaan met je zoon en jij roept bij de juiste persoon om hulp, bij mij, en ik ga me voor jou inzetten. Maar er moet wel ruimte zijn in jouw hart en daarom moedigde Jezus uit, kies voor geloof. He, ga niet kijken naar wat allemaal niet gelukt is, kijk naar mij. En dan zal je geloof weer voeding ontvangen. En Jezus zei, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En terstond riep de vader van de knaap uit en zeide, ik geloof. En dat is eigenlijk het enige wat jij hoeft te doen, dat je uitspreekt, ik geloof. En dan kwam gelijk dat knagend stemmetje van binnen, van ja maar, hè, je hebt al zoveel geprobeerd, het is allemaal mislukt.
En dat knagende stemmetje bracht hij ook bij Jezus en zei: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Deze man, die vader van die zoon, die koos voor geloof. En hij luisterde niet naar die knagende stemmetjes. Hè? Die zeiden: ja, maar wat als het nou niet gebeurt? Maar hij zei wel, hij bracht wel heel eerlijk bij Jezus: van Heer, ik kies voor geloof. Maar wilt u dan mijn ongeloof te hulp kiezen? Want ik word zo aangevallen in mijn wantrouwen, in mijn twijfel. Maar hij koos, en dat is het belangrijkste, dat is wat ik voor vanavond jou wil meegeven. Kies voor geloof tegen de knagende stemmetjes in. Want geloof is kiezen voor vertrouwen. En je kunt kiezen voor vertrouwen tegen alle knagende stemmetjes in. En ze zeggen: ja, maar die andere stemmetjes die voel ik wel en die hoor ik wel, maar ik ga me er niet meer mee verbinden. Ik kies ervoor om te gaan geloven. Ik kies ervoor om in het onmogelijke te geloven. Ik kies ervoor om het kleindenken opzij te gooien, om mijn angst opzij te gooien. Ik kies ervoor om te vertrouwen. Al is het met vrees en beven, ik kies voor geloof en ik kies voor vertrouwen. En dan ga God danken voor het wonder wat gaat plaatsvinden. Want alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En op het moment dat jij kiest voor geloof en vertrouwen, dan open je daarmee de ruimte voor Gods geest om zijn werk te doen. En dan geef jij Jezus gelegenheid om zijn leven voor jou in te zetten. En wat ik heb geleerd door al die jaren heen, is vroeger zat ik dan heel erg in een kramp. Dan had ik het idee van alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft, dat wij dan moeten voorschrijven hoe God het gaat doen. Maar dat is juist wat je mag loslaten. De manier waarop dat wonder tot je komt, op het moment dat je dat kunt loslaten, want dat is waarachtig vertrouwen. Op het moment dat wij God nog gaan voorschrijven hoe dat wonder moet plaatsvinden, is het nog controle. Op het moment dat wij ook dat loslaten, zeggen van: Heer, ik vertrouw u, u mag het op uw manier doen en ik vertrouw me volledig toe in uw handen, want u zet uw leven in en u bent de specialist, ik niet. Dus u mag bepalen op welke wijze u het wonder in mijn leven laat plaatsvinden. Op welke wijze u zichzelf door mijn leven heen gaat verheerlijken. Maar ik vertrouw mijzelf aan u toe. Neem even een slokje water. En dan staat er: en terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de scharen samenstroomden, bestrafte hij de onreine geest en zeide tot hem: gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga van hem uit en kom niet meer in hem. En dat zei Jezus met zo'n geweldig gezag, dat deze duivelse geest die deze knaap lastig viel, die moest gewoon hem verlaten. En hij ging onder geschreeuw en hevig stuiptrekken uit. En hij werd als een dode, zodat men algemeen zeide dat hij gestorven was. En dan, soms kan het wel eens gebeuren, dan bid je voor iets en dan in eerste instantie wordt het alleen maar erger. In plaats van dat deze zoon nou bevrijd werd, viel hij dood neer. En dat bedoelde de vader ook weer niet. Hij wilde graag dat zijn zoon bevrijd zou worden, niet dat hij dood zou neervallen. En soms dan is de gebedsverhoring van God in jouw leven, kan gewoon anders lijken in eerste instantie dan wat jij voor ogen had. Het kan soms even erger worden zelfs in jouw leven. Maar als je dan niet focust op de symptomen, maar blijf vertrouwen op wat God doet, dat het goed is, dan zul je zien dat God nooit teleurstelt. En dan staat er: en Jezus vatte zijn hand, richtte hem op en hij stond op. En toen hij een huis was binnengegaan, vroegen zijn discipelen hem, terwijl hij zij met hem alleen waren: waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tot hem: dit geslacht kan door niets uitvaren tenzij door gebed. Jezus benadrukt hier weer dat het gebed zo ontzettend belangrijk is. Het ons richten op God en samen richten op God. En dat wil ik ook zo met elkaar gaan doen. Even kijken of er nog inmiddels meer gebedsvoekers verzoeken zijn binnengekomen. Mocht jij nog op dit moment kijken en je gebedsverzoek nog niet hebben geplaatst, mag je hem nog bijzetten, want ik lees nu eventjes mee. En anders gaan we gewoon nu met elkaar. Er zijn er geen meer bijgekomen. Nou, dan stel ik voor om ons te verbinden met gebed.
En dan gaan we gewoon de gebedsverzoeken die zijn genoemd, gaan we voor de troon van God noemen. En daarna, als we deze gebedsverzoeken hebben genoemd met elkaar, gaan we gewoon ook bidden. Nemen we gewoon een tijd van aanbidding om ook te bidden en de Heilige Geest uit te nodigen in alle noden van de mensen die deze video bekijken. En voor de noden die mensen op ons hart dragen, want God is hier, zijn geest is hier en zijn zalving is hier. Ik wil nog een tijd nemen van dat we samen naar God toe gaan. Ik pak even mijn gitaar erbij. Ik weet niet of dat ook gaat met de webcam en hoe dat klinkt, maar we gaan het gewoon proberen. Ik wil gewoon een moment nemen dat we ons met elkaar gaan verbinden in een profetisch gebed. En ik nodig je uit om iedereen die nu kijkt en die later kijkt, noem je nood voor de Heer. Noem je nood voor de Heer. Noem je nood voor de Heer. Leg het op het altaar neer. We willen met elkaar, Heer, de nood op uw altaar leggen, Jezus. Leg je nood maar op het altaar, Jezus hier. Of het nou om ziekte gaat, om angsten gaat, om financiële zorgen gaat, om relaties gaat. Leg je nood op het altaar. Ik zet mijn leven voor jou in. Vertrouw op mij, mijn kind. Ik ben de goede herder. Ik zal je wijden. Ik zal je wijden naar de grazige weide. Ik leid je uit. Vertrouw op mij, ik leid je. Niks is onmogelijk voor mij. Geef mij maar ruimte, mijn kind. Vertrouw mij je zorgen. Vertrouw mij je ziekte. Vertrouw mij je last. Ik zet mijn leven voor jou in. Ik zet mijn leven voor jou in. Ik zet mijn leven voor jou in, mijn kind. Ik ben je Jezus, jouw redder en verlosser. Ik zet mijn leven voor jou in. Ik zend mijn geest, ik zend mijn kracht. Ik zend mijzelf naar jou toe. Ik kom. Wees maar niet bang, ik ben bij je. Ik maak je vrij, mijn kind. Wees maar niet bang, ik ben bij je. Veel dichterbij dan je denkt. Jezus in ons midden. En wees maar stil. Zijn zalving is hier. Laat zijn geest maar op dit moment iets heel moois doen in jouw leven. Laat zijn geest maar stromen, zijn zalving maar stromen naar die lagen in jouw leven die zijn liefdevolle nabijheid nodig hebben. Laat zijn zalving maar stromen op dit moment naar degene die je op je hart draagt, die een aanraking van God nodig heeft. Jezus hier, hij zet zijn leven voor jou in. Laat je beperkingen maar los. Laat je jammers maar los. Die beren op de weg, die zorgen, die angsten, laat het maar los. Want Jezus zegt, ik zet mijn leven voor jou in. En bij mij zijn alle dingen mogelijk. Laat de beperkingen in je hoofd los. Laat je angsten en zorgen los. En kies voor vertrouwen, dwars tegen je gevoel en tegen je angst in. Zeg maar, ik kies voor vertrouwen. Grijp mijn hand, zegt Jezus. Ook al is het met bibberen en beven, grijp mijn hand, ik ga voor je uit. En kom maar achter mij aan.
Kom maar achter me aan. Verbind je niet langer meer met je angst, maar verbind je met mij, met mijn uitgestrekte hand. Kom bij mij en pak mijn hand beet. Ik ben jouw herder en ik leid jou uit. Pak mijn hand maar beet. Pak mijn hand maar beet. Pak mijn hand maar beet, zegt Jezus. Ook al gaat het met vrees en beven. Dan hou mijn hand stevig vast, want ik zal jou uitleiden. Ik ben jouw God. Ik ben jouw redder. Ik ben jouw verlosser. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Ik kan niet falen. Want ik ben de God van hemel en aarde. De schepper van hemel en aarde. Ik ben de God die voorziet. En de beperking zit alleen in jouw hoofd. De beperking zit alleen omdat jij gaat redeneren en bedenken. Maar weet dat ik veel meer ben dan jouw beredenaties. Dat ik heel veel meer ben dan jouw zorgen. Dat ik veel groter ben dan jouw angst. Dus grijp mijn hand. En ga met mij mee. Kom en grijp mijn hand. En ik leid jou uit jouw angsten. Naar de haven van jouw begeerte. Dank u, Jezus. Zere bent in ons midden. Queremos orientarnos grande. Que prendo so pabriento xera padai. Que anala por um priento xera possonte. Queremos para abrir um tanto rondai. Queremos para assunto abrir ancha. Queria va por o briento xera parai. Queria surma para abrirai. Queria va por o briento xera porai. Com, com. Ik ben je herder, vertrouw maar op mij, mijn kind, en kom. Ik zal je leiden naar de grazige weiden. Ik ga voor je uit, zegt de Heer. Kom, 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 ga mee, mijn kind. Ik zal je leiden, kom. Ik ben een God van overvloed en leven. Ik ben een God van vreugde en van kracht. Ik ben de God van het onmogelijke in jouw leven. Ik geef jou kracht daar waar jij het niet meer kunt. Ik laat je nooit meer los, mijn kind. Jij bent van mij. Ik heb jou gekocht en betaald, mijn kind. Ik laat je nooit meer los, jij bent van mij, mijn kind. Ik heb jou betaald met mijn kostbaar bloed, jij bent van mij. Ik maak je vrij, jij bent voor mij. Voor eeuwig ben jij van mij. Ik heb jou gekocht met mijn kostbaar bloed, met een eeuwig verbond. Heb ik mij met jou verbonden, met mijn liefde. Mijn goddelijke liefde verbind ik mij met jou, met mijn eeuwige trouw. Jij bent van mij, ik ben van jou. Ik blijf je eeuwig trouw, mijn kind. Zelfs als jij het niet meer kunt. Ik blijf je trouw, eeuwig, voor eeuwig. Ik ben God, omdat ik van je hou. Kirama podo soro prieto shera para. Ik ben geen mens die falen kan.
Ik ben geen mens die falen kan, geen mens die teleurstellen kan, geen mens die fouten maken kan. Dus vertrouw maar op mij, vertrouw maar op mij, vertrouw maar op mij. Alles komt goed, mijn kind, vertrouw maar op mij. Halleluja, dank u wel, Jezus. Heer, voor uw liefdevolle nabijheid. Heer, voor uw liefdevolle zalving. Heer, die wonden geneest. Heer, die wonden heelt op een zo lieflijke manier op dit moment. Heer, u bent met een lieflijke zalving. Heer, Heer, en u geneest wonden. Heer, u bemoedigt. Heer, u omhelst. Heer, u troost. Heer, u geneest. U heelt. Heer, op een hele subtiele, liefdevolle manier. Heer, tot in de diepste lagen. Heer, van onze ziel, van onze angsten. Komt u nu met uw zalving. Heer, met uw nabijheid, met uw liefde. En ik zegen. Halleluja, en ieder die kijkt op dit moment, maar ook in ieder die later kijkt, dat we ons allemaal zullen verbinden in het heilige moment met zijn liefdevolle zalving, zijn helende zalving, zijn bemoedigende nabijheid. Dank u, Jezus, voor uw oneindige liefde. Heer, voor uw vertroosting en voor uw bemoediging, Heer, die we vanavond in uw liefde hebben mogen ontvangen. Voor uw bekrachtiging, Heer, voor uw hoop, voor uw geloof, die we in u uit uw hand mogen ontvangen. Heer, u bent onze liefdevolle Heer, onze Geneesheer. Dank u, Jezus, voor uw nabijheid en dat u doorwerkt met uw geest in onze harten. In Jezus' naam. Amen.